5, 4, 3, 2, 1. Dat is jullie naam, met Mia Hertzberg. De launch van Mia. Het is meldpunt, informatie anoniem. En dit heeft Suriname echt nodig. Het brengt je terug naar sociale controle, die tijden van sociale controle. Dus hierbij kan je gewoon anoniem tips geven, aangeven als er iets in de buurt verkeerd gaat. Weet je, met Mia kan je dat doen. En let op, het is anoniem. Niemand weet wie het heeft gedaan. Ga even na voor jezelf. Weet je wat betekent? Je ziet je pencil, de foto op Facebook, in de krant, op tv. Maar dat kind is niet naast jou. Je eigen kind, je broer, je zus. Is dat en dan moet je zien dat ze ergens vermist is. Je weet niet waar ze is. Wij Surinamers kunnen wel een handje mee helpen. Door gewoon naar die website te gaan. En dan geef je het gewoon aan als je dat kind ergens hebt gezien. If you see a good pussy, my man drapey in a good pussy, and she's so watching, my baby, send a bericht, anoniem, no one's man or sabi. We weten allemaal dat als we een land veilig willen houden, dat wij dus eigenlijk de informatie uit de samenleving moeten halen. En we weten ook dat mensen vaak genoeg niet in de spotlight willen komen, omdat er, zoals de sprekers het aangaven, rancuneuze handelingen kunnen zijn en van dat soort toestanden. Dus om dat te voorkomen is dus dit platform ontworpen. Kijk hier, zware criminelen lopen ergens rond. Je bent in een dansie. Je ziet Rasta bijvoorbeeld. Tik je telefoon. Meld ons. Nakuwa Mia gewoon. Is dat weer of je ziet die dame? Is dat weer toch Yeshan dame ergens? Weet je, en je weet dat ze staatsgevaarlijk is. Is dat weer toch? Geef het aan. Ga gewoon naar Mia. Lukumi na mango toen ze technisch. Maar het verschil wat ik heb gezien bij Mia, met Mia, is kan je eigenlijk één. Anoniem, dus niemand weet wie het heeft gedaan. En het is breder. Toch? Je hebt alle soort gevallen die je kan aanmelden. Bijvoorbeeld diefstal, maar ook bijvoorbeeld zandgravingen. Iemand is bezig, illegaal bezig, kan je het aangeven. Vermissing van kinderen, opsporing. Dus een heleboel, het is breed. Bij Mia is het breed. Alles kan je daar aangeven. Je kan gewoon alles. Bijvoorbeeld ook zelf, bijvoorbeeld corrupte douaniers, corrupte politieagenten. Dat kan je ook via Mia doen. Komt je rechtsgevoel, komt je gevoel van orde, veiligheid, in opstand van Mino Manasandisi, ik ben dit niet. Moet niet in mijn leven plaatsvinden, moet niet in mijn buurt gebeuren, moet al helemaal niet in mijn land gebeuren. Wat doe je dan? Je gaat anoniem melden. De kern van de zaak is dat we gaan voor citizen, we gaan voor security en we gaan voor safety. De nationale veiligheid en de veiligheid van de mensen staat centraal. Iedereen kan eigenlijk in de buurt kijken bij je. Je ziet dat er illegale dumpplaatsen worden gecreëerd. Of door chemische stoffen in het milieu te laten, maar we weten dat illegale dingen ook gebeuren. Ook deze issues mensen. Mag u via Mia melden? Die zei citizen, security, veiligheid, safety. Wie staat hierachter? Op dit moment is het platform onder auspiciën van DNV. Maar na vandaag gaat het zijn eigen branding hebben. En gaat dus op zichzelf staan. Het ministerie van LVV, Nana Afiskeuris Instituut, vindt mogelijk 10 verschillende verboden dressie. Ini den grotu sawenya. If you na apur mandati, sashi takwasma e seri wa misatak dende. Noso gebruik den verboden residisi. You can melden mia wante wante na taku www.meldpunt.sr. Er zijn al zoveel meldnummers. Wat is het verschil tussen Mia en de andere? Mia-platform, hier ben je anoniem. Bij 115, het eerste wat ze vragen is, wie bent u? Toch? Wat zijn uw gegevens voordat de overige gegevens worden opgenomen? Hier is het anoniem. Als u nu via any device naar www.meldpunt.sr gaat, zult u dit scherm zien. Je kunt het op twee manieren doen. De ene manier is, ik wil helemaal niets van mij doorgeven.
En ik blijf dan anoniem. En het tweede kan zijn, ik wil wel feedback terug hebben. Dus ik geef gewoon al mijn gegevens door en verwacht na verloop van tijd toch wel een update. Dus dat kan op twee manieren. Maar wie doet dat? Zijn het mensen die de informatie verwerken? Op dit moment zijn er wel mensen aanwezig, maar het is een besturingssysteem. Het is artificial intelligence. Het is dus een programma dat in feite kernwoorden herkent. En als we zeggen bijvoorbeeld, het gaat over, even simpel zeggen hoor, een misdaad. Dan worden de stakeholders die daarmee belast zijn. En dan heb je dan de justitie, je hebt OM. En dan gaat de informatie naar die in stakeholders. Als in je berichtgeving milieu voorkomt, dan gaat het natuurlijk naar de NIMOS. Het gaat ook naar de politie. Begrijpt u? Dus het herkent naar welke instituten het verstuurd moet worden. Zodat er handelingen gepleegd kunnen worden. Andere zaken waar kinderen moeten letten. Vertel iemand je dingen. Vraag die je dingen. Laat je foto's, video's zien. Of maak die foto's, video's van je. Die je niet leuk vindt. Waarvan je zegt, nee, mijn veiligheidsgevoel komt in gevaar. Ik vind dit niet netjes. Meld het, want je weet niet wat die persoon met je foto en je video's kan doen. Mensen gebruiken jullie Mia. Mia gaat 100% werken in Suriname. Dus gebruik Mia. Het is gelaunched vandaag. Vanaf vandaag vertel het gewoon door aan je buurvrouw, je buurman, je buurjongen. Mia Doro. Gefeliciteerd Suriname met het Mia-netwerk.